Nog nooit deed er een Nederlandse jongen van pas 14 jaar mee aan de Olympische Winterspelen. Snowboarder Dimi de Jong wordt nu waarschijnlijk de eerste. Tijdens een wedstrijd in Canada afgelopen weekend nomineerde hij zich. Vanmorgen kwam hij terug in Nederland en Pepijn was erbij op Schiphol. Dimi, zijn vliegtuig landt nu en hij zal hier dadelijk door deze deur naar buiten komen. Nou, zijn familie die staat klaar, die zijn hartstikke trots op hem en hebben er alles aan gedaan om hem een mooi welkom te heten. Na lang wachten is het dan zover. En kan zijn familie hem eindelijk feliciteren. En ook felicitaties van het Jeugdjournaal natuurlijk. Dimi heeft het namelijk goed gedaan in Canada. Ik heb nu top 8 bereikt en dat was moest je halen voor Olympische Spelen. Dus ja. Ja, had je dat verwacht? Nee, ik had het eigenlijk helemaal niet verwacht. Ja, ik ging vooral hoog en mijn run ging ook super goed. Okay. En ik bleef staan. Dus. Hier zie je Dimi in actie afgelopen weekend in Canada. Dimi's prestatie is helemaal knap als je bedenkt dat hij tegen allemaal veel oudere jongens moest snowboarden. Ze waren allemaal wel, die eerste en tweede waren volgens mij 22 en 24. Ze zijn als best oud. Hij hoeft dit jaar alleen nog maar in vorm te blijven en gemiddeld te scoren tijdens een aantal wedstrijden om naar de winterspelen te mogen. Hij wordt dan de jongste Nederlandse jongen die ooit meedeed. Maar daarover opscheppen, dat is niks voor Dimi. Ja, voor mij voelt het wel normaal. Ja, waarom? Ja, ik doe gewoon mijn dingen en dan kom ik er wel. Dimi doet mee aan het onderdeel halfpipe. Je moet dan in een soort ijsbaan sprongen maken. Moeilijke sprongen met moeilijke naden. Heeft voor ons het airbags 5 en dan een combo, front 7 en dan nog een switch 7. Juist ja, Dimi haalt best goede cijfers op school, waardoor hij vaak naar het buitenland kan om te snowboarden. Hij heeft dan ook een heel ander leven dan andere jongens van 14. Ja, ik reis veel over de wereld. Ja, waar kom je allemaal zo? Ja, Amerika, Zwitserland, Oostenrijk, Frankrijk, Italië, bijna overal. Ja, ik vind het wel leuk over de wereld reizen. Maak veel mee, ziet heel veel. Dimi geeft ook nog wat tips voor iedereen die zelf later ook snowboarder wil worden. Ja, ik denk als je bijvoorbeeld bij een indoorhal gewoon gaat snowboarden vaak. Ja. Dan misschien af en toe één keer in het jaar naar het buitenland gaan of zo. En dan veel oefenen of zo? Ja, heel veel trainen. En trainen, dat gaat Dimi de komende tijd veel doen om in vorm te blijven. Zaterdag vliegt hij alweer naar Japan. Wat een leven. Wil je meer filmpjes van Dimi op zijn snowboard zien? Kijk dan op onze site.